Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Justin Been is terug bij Elim. Voelt alweer vertrouwd? Ja, absoluut. Rood-wit weer, hè? Dat is hartstikke mooi. Lange tijd even weg geweest, ervaring opgedaan op een hoger niveau. Prachtige jaren denk ik, gehaald bij MC vooral, hè? Ja, klopt. 5 jaar bij MC gespeeld dan. En ja, ik heb wel een hele leuke tijd gehad. Veel gewonnen ook. Na-competitie meegespeeld. En uiteindelijk toch bij Stappers terechtgekomen. En daar derde divisie nog een jaartje mee mogen pakken. Ja, een jaartje, maar dat was een paar maanden. Het is ook een beetje een kwestie van, Stappers heb je uiteindelijk toch meegemaakt, de hele divisie, van dat pikken ze me niet meer af. Ik heb in ieder geval die stap gemaakt. Ja, dat is het. Ik ben nu 26, ik denk, ja, mijn top heb ik bereikt. Dan kan ik net zo goed plezier maken bij mijn vriendenteam. Daar zat ik een poosje over te twijfelen. En vorig jaar eigenlijk al, maar toen werden we kampioen met Stappers. Nou, niet eigenlijk kampioen dan, maar we promoveerden. En toen dacht ik van, ja, zou ik het doen of niet? Denk toch nog een jaartje derde divisie en dan was eigenlijk wel klaar. Top gehaald, lekker aan Elim. Je plafond dan bereikt, voor je gevoel? Ja, voor mijn gevoel wel. En het ging me ook echt om plezier. En ik denk dat ik hier heel veel plezier kan winnen weer. Dus dat gaan we vanuit. Nog even terug in de tijd van je eerste periode hier natuurlijk, vanuit de jeugd doorgestroomd. Ja, dat was een fantastische tijd. Hè? Natuurlijk met je vader aan het roer. Maar ook van onderaf aan iets opbouwen. Ja, zeker. Het was volgens mij 4e klasse dat ik erbij kwam. 2 of 3 wedstrijden meegespeeld. Zijn we gedegradeerd naar de 5e klasse. En toen we kampioen geworden naar de 4e. En vanuit de 4e klas naar de hoofdklasse toe. En volgens mij heb ik 2 of 3 jaar bij in het eerste gespeeld. Even terugkijken naar die tijd. Van, wat ontstond er toen ineens? Want ja, het ging inderdaad wel minder met Elim, 5e klas. Waardoor kwam in één keer toch dat vonkje waardoor het omhoog ging? Ik denk vooral heel veel geluk gehad met de lichting. Heel veel goede voetballers erbij. En zie je nu ook wel. Al die jongens kunnen stuk voor stuk goed voetballen. Dus dat scheelt een hele hoop. Ja. Dus ik denk dat was zeg maar de stap die ze moesten nemen. En dat hebben ze gedaan. Uiteindelijk de stap naar de 2e klas. Goed, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren wel gevolgd. Nou ja, 2 seizoenen niet afgemaakt. Vorig jaar dus eigenlijk met een gelukje uiteindelijk nog ingebleven weer. Hoe denk je dat de vlag er nu bij hangt? Zijn jullie weer verder? Ja, dat kan ik niet over oordelen eigenlijk. Maar zoals ik zeg, we hebben een goede groep. En ik denk wel dat sowieso 2e klas haalbaar is. Dus daar moeten we gewoon handhaven, denk ik, lijkt mij. En dan zeggen ze, Justin komt terug. Nou zal het allemaal wel goed komen. Ja, absoluut. Maar dat is helemaal niks van waar. Hè? Ik ben gewoon ook maar eigenlijk een pion in het spel. Dus ja, we gaan zien wat het wordt. Ja, want wat wordt er van jou verwacht? Want je zegt al van de druk is denk ik wel een beetje van buitenaf. Hè? Nou, misschien van buitenaf, maar zo vaar ik het zelf totaal niet. Ik ga gewoon lekker voetballen en mijn plezier terug zien te vinden. En dat kan met deze jongens, dus dat moet goed komen. En in de spelersgroep, daar is het gewoon net als normaal zoals het was? Ja, absoluut. Ja, die jongens heb ik een hele poos niet samen mee gespeeld of anderen ook. Maar het is gewoon allemaal nog koek en ei, dus helemaal goed. Ah, je neemt natuurlijk wel het nodige mee. Hè? Je hebt in die hoofdklasse gespeeld. Wat heb je daar vooral geleerd en wat heb je daar vooral qua ontwikkeling doorgemaakt? Nou, ik denk vooral het fysieke. Ik was eerder echt een heel klein dun mannetje. En dan hadden we een oefenwedstrijd tegen HSC, de eerste wedstrijd. En dan werd ik heel gemakkelijk aan de kant gezet. Dus toen dacht ik van, moet er wel iets gebeuren, wil ik hier een poos mee voetballen. En dat heb ik gedaan, wat aan mijn fysiek gewerkt en nu sta ik er volgens mij wel redelijk op. Ja. Redelijk. En qua slimheid? Slimheid ook wel, ja, tactisch, dat is altijd een geval dat je apart, dat is ook niet mijn sterkste kant, maar ja, je leert dat soort dingen wel, tactisch voetballen. Weet ik nog dat de kracht bij MSC was vooral ook de omschakeling op een gegeven moment, hè? Zeg ik goed denk ik. Daarvan moeten jullie denk ik nu ook in die 2e klas wel weer hebben, want ja, niet al te veel risico's nemen, want als je de boel achterom opengooit, dan ben je weg. Ja, dat denk ik ook. Het is verstandig dat we gewoon eerst de verdediging gewoon dicht houden, zo weinig doelpunten tegen. En als je kijkt naar de kwaliteit voorin, moeten we sowieso een paar doelpunten of in ieder geval grote kansen kunnen krijgen in de wedstrijd. Dus dat gaat denk ik ook wel gebeuren. Heb je het gevoel dat je daarin anderen ook kunt sturen? Ja, nou sturen weet ik niet precies, want die jongens hebben ze natuurlijk overal gespeeld. Maar ik probeer natuurlijk wel altijd aanwijzingen te geven, maar dat heeft volgens mij iedereen wel. Dus. Eigenlijk is qua leeftijd, 26, 27 van de ploeg, eigenlijk ben je in de kracht van je loopbaan. Ja, ik heb nog een paar jaar, toch nog 2 jaar, maar ja, dat zeg ik. Geldt ook voor de rest, hè? Ja, absoluut, zeker. Het moet nou ook wel gebeuren, anders ja, dan ga je de klassevoetbal. Dat is volgens mij ook niet het plan van Elim en niet van de spelers, dus moet er wel gaan gebeuren. Wat ook nieuw voor jou is hier, is natuurlijk eens een keer een andere trainer, hè? Ja, dat ook nog, ja. En ja,
het, ja, voor mezelf is het wel zonde. Mijn vader hier niet meer, maar ja, dat is... Ik heb, ben je geen issue geweest? Ik heb er wel even over nagedacht hoor, absoluut. Maar dan denk ik, dat is helemaal vierde klas, dan zak je hem aan eind weg. En dan is het gelijk klaar. En misschien ben ik nog wel een keer hoger op weer. Dus dan is dit natuurlijk het mooiste. Hoe voel je je persoonlijk? Want is het nu ook wat makkelijker te combineren met je werk? Dat sowieso, want 5 minuten rijden. Dus dan de afspraak hebben we kunnen verzetten een kwartiertje later. Dus dat is ideaal. Dit is dus hier beter. Voelt dat ook gewoon als minder druk? Van ook voor jezelf qua persoon? Nee, echt niet. Dat reizen was wel vervelend op een gegeven moment, maar ja, het hoort erbij. En het is hier mooi dichtbij, dus dat is het mooiste. Ik heb het in alle interviews erover gehad. Iedereen verlangt er nu weer naar. Hè. Ik denk supporters ook. Fanatieke aanhang bij Elim. Het mag allemaal wel weer. Hè? Absoluut. Ik zit te popelen om weer een balletje aan te raken in een wedstrijd. Echt. Het heeft veel te lang geduurd. Ja, 2 jaar of zo. Hoe lang heeft het geduurd? 1,5. Het is nu weer tijd om een wedstrijd te voetballen. Verwacht je dat het gewoon weer ouderwets wordt? Of dat het ook mensen afhaken? Ik verwacht gewoon weer ouderwets. En juist nu, want nu kan het allemaal weer. Dus dan verwacht je eigenlijk misschien zelfs nog meer dan voorheen. In ieder geval van de supporters.